Dus get moved by motion. We willen met het WK zoveel mogelijk mensen in beweging brengen. Uiteraard onze gymnasten zelf die op het WK zullen turnen, maar daarnaast ook jullie, onze clubs, al onze leden, maar ook heel Vlaanderen. We willen zoveel mogelijk mensen in beweging brengen naar het Sportpaleis, maar ook zoveel mogelijk mensen die emotie laten voelen van het WK turnen. Ik ga jullie eerst iets meer info over het evenement geven en daarna waar we jullie als club graag mee willen in betrekken. Het evenement WK Turnen, 30 september, 8 oktober, Sportpaleis in Antwerpen. We zitten op 3 locaties. De competitie gaat door in het Sportpaleis. De gymnasten zullen opwarmen in de Lotto Arena. En trainen, dat gaan ze doen in Antwerpen Expo. Wat maakt dat WK nog net iets specialer dan dat het al in Antwerpen is? Is dat het een pre-Olympisch WK is. Dus in Antwerpen zullen de laatste teams strijden om de teamtickets voor de Olympische Spelen later in Parijs. Uiteraard kijken we heel hard uit om onze eigen gymnasten in actie te zien. En heeft Nina daar wel dit WK al getipt als haar persoonlijk doel. Dus naast alle gymnasten hopen we daar toch nog een mooi staaltje gymnastiek extra te zien. We zijn ook wel fier, want het is het grootste sportevenement in België in 2023. En daarnaast, het programma bestaat onder andere uit 6 finale dagen, zullen deze live te volgen zijn op Sporza. Enkele cijfers, wat verwachten we? 500 sporters, 1500 delegatieleden en meer dan 50.000 toeschouwers. Hoe ziet ons competitieschema eruit? We starten op 30 september tot 2 oktober, dan staan de kwalificaties op het programma. We gaan voor een dag en een half voor de heren, een dag en een half voor de dames, waarna de finales geturnd worden. 2 dagen teamfinale, de 8 beste teams. 2 dagen allround finale, de 24 beste gymnasten. En 2 dagen toestelfinales, waarbij we de 8 beste gymnasten per toestel in actie zien. Wanneer komen onze Belgen nu precies in actie? Daar moeten we nog even voor wachten, want dit is pas bekend in midden juli. Dan weten we in die kwalificatie op welke dag en in welke sessie komen onze Belgen nu specifiek in actie. Met je club naar het WK, dat hoop ik alvast. Als Gymfetclub kan je samen met je trainers en met je sporters aan een voordeeltarief de wereldtop aan het werk zien. Kom je met een groep vanaf 15 personen, dan krijg je 5 euro korting per ticket. En wij zien het alvast als de perfecte teambuilding bij de start van het nieuwe seizoen. Wil je tickets bestellen? Dan kan je surfen naar antwerpgymnastics2023.com. Daar kan je alle info terugvinden en de ticketverkoop loopt online via teleticketservice. Wil je meewerken aan het WK? Heel graag. We hebben een heel voortraject waarbij we vanaf, we zijn al eigenlijk enkele maanden bezig, tot aan het WK heel wat zaken organiseren. Zo hebben we 29 maart een infovergadering voor de Antwerpse clubs. Dit is vooral een initiatief vanuit de stad Antwerpen, maar wordt uiteraard mee ondersteund vanuit de federatie. Wil je daar graag online nog of ter plaatse op aansluiten? Stuur een mailtje naar info@antwerpgymnastics2023.be en we geven je alle info. Daarnaast organiseren we ook een heuse roadshow met heel wat verschillende demo's. Daarbij kan je, dus we gaan eigenlijk over heel Vlaanderen verschillende roadshows organiseren. Dat is een demodag waarbij we ons WK in de kijker zetten en waarbij we graag op jullie als club beroep doen om een demo te komen geven. Ik geef hier graag alvast een overzicht van de data, maar de clubs in de verschillende regio's zullen ook door ons nog even apart gecontacteerd worden als jullie er graag bij zijn, wat je hier dan voor kan doen. Wil je ook alles even nagaan, dan heb ik daar ook nog even de URL gezet waar je eigenlijk alle info van ons voortraject kan terugvinden. Goed, dat is even een voorbeeldje, want in 2013 hebben we ook een WK georganiseerd. Toen hebben we een demodag in het Centraal Station in Antwerpen georganiseerd. En dit is eigenlijk een voorbeeld wat we daar toen hebben neergezet. En zowel voor ons als voor de gymnasten ter plaatse was het echt wel een heel toffe beleving. Daarnaast, voor degenen die aanwezig zijn op onze wedstrijden, hopen we dat je onze infostandtaal hebt gezien. We trekken met ons promoteam naar verschillende wedstrijden doorheen Vlaanderen. En daar maak je eigenlijk kans om uiteraard info voor het WK te verkrijgen, maar ook om gratis tickets te winnen. Dus zie je onze promostand staan, ga zeker even een kijkje nemen. Scholenactie. Uiteraard ben ik mij van bewust dat wij nu naar onze clubs richt, maar we gaan er ook vanuit dat wel heel veel van jullie lesgevers en trainers actief zijn binnen een school.
Zo hebben wij een WK lessenpakket ontwikkeld. Dat is naar basisonderwijs en naar secundair onderwijs. Dat is eigenlijk een kant-en-klaar lespakket die de leerkrachten, de LO-leerkrachten, in hun les kunnen gaan gebruiken. Waarbij we focussen op algemene gymnastiek en freerunning. Aan dat lessenpakket is er een winactie gekoppeld, waarbij je als school gratis tickets kan winnen en waardebonnen van Janse Fritsen om nieuw gymnastiekmateriaal aan te kopen. En organiseren wij op maandag 2 oktober een schoolday, zodat de leerkrachten met hun school aan hun voordeeltarief naar het WK kunnen komen kijken. Dus hierbij ook de oproep, heb je leerkrachten in je club, spoor hen zeker aan om ook niet enkel in de club gymnastiek te geven, maar ook binnen hun school. Wil je een centje bijverdienen en meewerken aan het WK? Ook dat kan. We zijn op zoek naar op- en afbouwploegen die voor en na het evenement ons mee helpen. Wil je daaraan meewerken, kan je opnieuw een mailtje sturen naar info@antwerpgymnastics2023.be. Maar uiteraard zal deze communicatie ook via onze kanalen rechtstreeks bij jullie in de mailbox terechtkomen. Ten slotte, gymnastiekmateriaal in jouw club, ook dat kan. Er wordt heel wat gymnastiekmateriaal tijdens het WK gebruikt en opgezet. Jullie krijgen als club het voordeel om dit aan een voordeeltarief te kunnen aankopen. Het gaat ongeveer over een 30% korting. Dus het materiaal is van Janse Fritsen. De communicatie hoe je materiaal kan bestellen en over welk materiaal dit gaat, dit zal begin april via Janse Fritsen en uiteraard via ons gecommuniceerd worden. En deze actie zal lopen tot eind mei. Daarna wordt het gymnastiekmateriaal ook internationaal aangeboden. Wil je nog dat tikkeltje meer? Heel graag. Want naast gewone tickets kan je eigenlijk ook ervoor kiezen om samen met je trainers, bestuurders, nog net een beetje verder te gaan. We hebben 3 hospitality-formules uitgewerkt, dus 3 VIP-formules, waarbij dat we ook naast de maximale beleving van de turnen ook eventjes daarnaast nog aan de hand van 1 van de 3 hospitality-formules dat je nog dat tikkeltje meer kan beleven. Alle info uiteraard op onze website. Zo, dit was het voor het WK Turnen. We hopen dat we jullie in beweging kunnen brengen en we hopen dat we jullie samen op het WK zien en dat we mogen genieten van een mooi staaltje gymnastiek. Dankjewel.